Yo mensen, Groen van DNPNL met vandaag een nieuwe video voor jullie. En vandaag zijn we hier met een fantastische video. Mensen, als je vindt dat ik een zangcarrière moet beginnen, laat het vooral achter in de comments. We gaan de laatste dagen super lekker met video's en met alles. Dat was hartstikke mooi. Gisteren helaas geen video van... Oh, ik had het zo druk. Helaas, dikke pindakaas. In ieder geval, vandaag gaan we eindelijk FIFA spelen voor het eerst. Ben je nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Doe het dan hier beneden. Druk op dat abonneerknopje. Dat blijft de hoogte van. Op dit moment dagelijks 94 video's. Oh, FIFA 20. Oh. Druk op het abonneer. Knopje, want dan blijf je op de hoogte van dagelijkse 24 video's. Behalve gisteren. Morgen weer een nieuwe aflevering van Amarelio Takaflaka. Maar vandaag is het tijd om FIFA te gaan doen. Met mijn fantastische, fantastische team. Heb je nog een duimpje omhoog aan deze video? Doe het ook. Kan hier beneden. En op het moment dat je deze video kijkt, is FIFA voor iedereen uit. Dus wil je nou nog FIFA points kopen, ga naar ikwiltegoed.nl. En op het moment dat je zeg maar FIFA punten koopt en een account hebt, dan komen er tegoedpunten op je account. En heb je korting op je volgende bestelling. Je kan die punten ook sturen naar een heel andere persoon. Bijvoorbeeld naar je zus. En zo kan je samen sparen voor gratis kaarten of voor korting op je kaarten. Wat je wil. Dus er is geen betere plek om je tegoedkaart te halen dan bij ikwiltegoed.nl. Het is gewoon een feit. Het is ook dus voordeliger om het te halen via ons dan via de Xbox of PlayStation direct. Want bij ons krijg je korting. Keiharde korting. In ieder geval, het is tijd voor de clip der clips. Want ja, de packkoning. Oh, ik kan mezelf niet in de controle houden. Ik blijf maar goede packs krijgen. Ik heb helemaal niet veel uitgegeven. Oprecht niet. Ik denk 500 euro. Oké, okay, voor sommigen van jullie is dat misschien heel veel. Maar voor anderen niet. Maar echt, wat ik nu weer gepackt heb, jongens. Jullie gaan het nu zien. Wat pack ik nou? Op een webapp. Fantastisch. Ben je blij voor me? Blij voor je. En vooral dat Yassi is. Jouw lievelingsspeler. Mijn lievelingsspeler Yassi. Ik vroeger altijd toen je klein was. Ja, ja, precies. Ik heb ook zo'n petje. Oh, die is er niet op hier. Ja, man. Oh my god. Oh my god. Yashin, werelds. De eerste icon is al binnen. En ook een prima 91 rated. Het enige probleem is, wie gaat er nu in godsnaam een icon keeper kopen? Terwijl de game net uit is. Ja. Niemand. Dus wat we gaan doen is we gaan er gewoon lekker mee spelen. Hij is mijn keeper in mijn fantastische, fantastische, goede, fantastische team. Ik ben heel blij dat ik een icon heb gepakt. Ben ik volgens mij de eerste in Nederland die een icon heeft gepakt. De eerste FIFA YouTuber. Ja. Ja, dan kan je natuurlijk wel Ronaldo packen. Ik weet dat, dat Frank en Raul allebei Ronaldo hebben gepackt. Maar ja, dat is één keer een speler. Ja, ik gewoon een icontje hier en daar. Goed speeltje, daar goed speeltje. Ik moet even, eigenlijk even een kroon kopen. Dus ik moet even bedenken om de packkoning toch echt te kunnen bekronen. Ik heb hier wel een beentje door een bankje, door een hoedje. Maar om die nou op te doen. Oké, dan gaan we door met de rest van het team. Van een 91 rated keeper gaan we door naar een fantastische rechtsback. 78 Malqui. Malqui. Ik moest hem uiteraard hebben, omdat ik naast hem ook een Fransman heb staan. Niemand minder dan Lucas Hernandez. Kijk hoe goed. Zijn stats zijn zo goed, jongen. 81 pace, 83 verdedigen, 82 fiscal. Dan hebben we daarnaast Varane. Ja, je hoeft weinig woorden aan vuil te maken. Die stats ook niet normaal. Heerlijk kaartje, heerlijk kaartje. Hij is volgens mij wel lager dan vorig jaar. Terecht, kan er gereden in het echt. Maar op FIFA is hij echt heel goed. Dan daarnaast hebben we Ferlan Mendy. 5-star zwakbeen, 4-star skills. Oké. Okay. Ik heb hem voor 30k gekocht. Hij was extinct. Hij is nu 42k of zo. Voor een 80 reden. Oh, deze gaat zo hard crashen, jongen. Dat is echt bizar. Dan hebben we Ndombele. 4-star skills. Prima, niks mis mee. Leen Pogba. Ja, ik wil eigenlijk de bruine, maar die is net iets te duur. Ik ga even kijken hoe Pogba speelt. Misschien is Pogba wel heel goed, maar die is nog duurder dan de bruine volgens mij. Dus... En als derde center mid hebben we Sissoko. 40.000 munten voor een 81 rated. Dan als rechtsvoor hebben we Sterling. Ik denk echt dat Sterling echt heel goed is. Dat denk ik gewoon. Ik weet niet waarom. Ik denk dat gewoon. Ik denk echt dat hij heel erg goed is. Op linksbuiten hebben we Felipe Anderson. Ja, volgens Raul was hij goed. Dus ja, dan koop ik hem. Want ja, ik geloof Raul natuurlijk. Ja, voor de rest, ja, weet ik veel. Ik heb nog geen pot gespeeld deze FIFA. Ik heb echt geen flauw idee. En dan in de spits. Het is een wereldspits. Hij heeft al zijn eerste special card als spits binnen. Het is ongelooflijk. Hij zit waarschijnlijk bij de club die dit jaar kampioen gaat worden. Vorig jaar was hij al erg goed. Maakte een paar prachtige doelpunten. Ik vind hem persoonlijk één van de beste spelers van zijn club. Ik denk ook dat hij dit jaar topscorer gaat worden van de Premier League. Ze gaan waarschijnlijk ook weer dit jaar ervoor om de Champions League te winnen. En dan hebben we het natuurlijk over niemand minder dan... Timo Pukki! Pukki! Hoi, hoi, hoi! Pukki! Kijk, ik heb wel Informane op de bank, maar... Ja. We gaan gewoon beginnen met Pukki en gaan gewoon kijken hoe het gaat. Mensen, zo ziet dus mijn eerste FIFA-team eruit. Ik ben er echt super hyped voor. En we gaan dus beginnen met Division Rivals. Ik heb nog geen pot gespeeld. Je ziet mijn record 0-0-0. Ik ben zo benieuwd of ik er iets van kan. Waarschijnlijk niet. Hebben jullie nou een leuke... Jezus. Hebben jullie trouwens een leuke clublogo en shirt die we kunnen gebruiken? Laat dan zeker achter in de comments. Degene met de meeste likes koop ik. Behalve als jullie gaan zeggen Ajax. Dat ga ik niet kopen. Feyenoord ook niet en PSV ook niet. Oké, let's go. Ik heb ook geen rare tactieken zoals ik in de vorige FIFA had. Oh mijn god, daar gaan we al. Pukki, ja, die pakken de bal. Oh, dat is wereld. Bro, wat speelt dit anders dan FIFA 19? Wat is dit voor onzin? Kijk, ik ben nog steeds hartstikke goed. Ah, kan er niks van. Scheidzie! Hey, scheidzie! Hallo! Pukki! Oh, Pukki! Wat een beast! Pukki on fire! Oh, oh Pukki! Pukki, doe het, jongen! Je eerste goal, nee! De keeper houdt hem! Pukki, je zit het 1 op 1 met de keeper. Moet het er gewoon in? Ben ik nog gek? Je bent zo slecht. Hoezo? Je bent zo slecht. Doe je rivals? Ja. L1. Als je aanvalt... L1, R1. L1, dan lokt je speler met het gezicht naar het doel. L1 en R1 tegelijk ingedrukt houden, dan lokt hij elke kant op. En ik zweer gewoon alleen maar dat doen en een beetje heen en weer bewegen. Tja, als je drill bedoel je? Ja, ja. Pogba! Heb je Pogba gekocht? Nee, leenspeler. Kan niet nog geld voor de bruine. Oh.
Flippen! Oeh, nee! Hoe dan? Boe! Die van Boekie! Ja! Boekie! Boekie van een legend! Hij is echt goed, jongen, ik zweer het je. Hij is echt goed. Boekie, yes! Wat een legend. 1-0 voor Boekie. Wat een goal ook, zeg. Zo, wereldgoal. Dus ik had gewoon een goed team waar ik tegen speel. Gewoon Salah en zo. En gewoon 86 rating. Ik heb een slecht team, nou. Nee, dat zeg ik niet. Maar ik heb wel nog geen 1 potje FIFA gedaan. Die is de bank, want ik speel met Boekie. Boekie met de bal, Pogba! Pogba! Ah, ref! Hey ref! Rode kaart, man! Hey, ik was er door met Pookie! Hij duikt ook echt, die Pookie. Ja, ja, ja. Geel. Gadverdamme, en Zizi en Didi. Dat is niet goed, hè? Oh, dit is moeilijk. Boom! 2-0. Tuurlijk. Geen enkel probleem voor de DNP Masters, jongens. Dit is mijn jaar. Dit is mijn jaar. Nee! Oh, hij zit op de paal! Pookie! Pookie! Oh! Jongen, ik zweer het je, jongens. Die Pookie kost echt 30.000 en hij is oprecht goed. Ik zweer, ik maak geen grappen met je. Oh. Oh, Anderson! Anderson! Bad getimed! Maakt niet uit! Jantje, mijn eerste pot. Jawel. Jeetje. Zit hij gewoon binnen met Dele Alli. Oh, Pookie! Ah! Ah, dit meen je niet. Dit meen je toch niet. Ik sta nu gewoon 3-2. Zag, verlies ik hem nog. Pogba. Pogba, werelds, bam, goal, easy, geen enkel probleem. Paul Pogba. Hoe komt hij hier zo makkelijk langs? Wat is dit voor onzin? Gaat toch naar binnen. Ah, hij gaat, oh mijn god, dit is zo slecht verdedigd. Oh, wat doe ik? Holy shit, hij loopt gewoon door mijn verdediging heen. Oh mijn god, wat een goal, wat een goal. Pookie, 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 yes! Jongens, doe een duimpje omhoog als Pookie een ongelofelijke legend is. Je hebt altijd die battle, hè. Van wie is er beter, Mané of Salah, Mané of Salah. Terwijl het toch duidelijk gewoon Pookie is. Ja. Nee, wat doe je? Hoe werk je een bal zo weg? Dit staat nergens op. Oh, 4-5. Voorzetje. Turling. Oh, dat is Turling gaan. Timo! Timo! Hattrick! Hattrick in zijn eerste pot. Ja, kijk, kan je zeggen wat je wil, maar hij is gewoon echt goed. Ik zweer het je. Eerste overwinning is binnen. 3 goals van Pookie. Volgens mij is er een glitch waardoor spelers altijd beginnen met volle conditie. Dus ik hoef geen conditie toe te voegen. Maar dat gaat vast weg binnenkort. En dan wel. Maar nu, voor nu hoeft het niet. Dit is mijn tegenstanders team. Oh, ik vind het gewoon zielig. Ik zit namelijk na te denken over hoe ongelooflijk veel goals Timo Pookie gaat scoren tegen dit team. Timo Pookie. Timo Pookie. Oké, daar gaan we dan. Nee. 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 Ah, Timo, je mag wel in hoor. Lekker. Varaan weg. Nee. Nee, 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 nee. Oh, wegkoppen. Wegkoppen. Dank u. Hey, hoe kan het nou dat deze gast heeft zo'n slecht team? Waarom heb ik dit dan niet gewonnen? Pookie. Pookie, draai om. Ah. Oh. Hey, hoe komt hij hier langs? Gast, als je gewoon loopt, dan gaat echt alles langs je spelers. Echt slecht. Oh, nee, nee. Hoe dan? Hij gaat echt 6 keer door mijn benen in die bal. Oh, wat is dat de baas? Heel slecht. Pookie, goal. Ja, tuurlijk, want hij loopt weer perfect. Hij loopt weer gewoon perfect. En dan is het gewoon een easy golazo voor Timo Pookie. Heerlijke actie van Sterling. En Pookie staat vrij voor de goal. Heerlijk. Dat je door Pogba. Wereldbal. Oh, tegen de keeper aan. Hij liep zo met zijn keeper. Wat een bal, wat een bal, wat een bal. Ja, wat een bal van Pookie. Oh my Dit meen je niet. Hey, ik word helemaal gek van dat ik niet ertussen kom steeds. Ik wil gewoon winnen. Ik wil gewoon echt winnen. Ik vind FIFA oprecht weer zo leuk. Ik snap er echt geen reet van waarom. Ik voel me echt weer 12. Wat een bal, wat een bal. Pookie, Pookie. Oh. Jammer, jammer. We staan nog 1-1. Maar ik heb echt vertrouwen dat ik deze wel kan winnen. Want ik ben gewoon veel beter. Ja, duh. En met mij is ook Timo Pookie veel beter. Ik moet zeggen, die Hernandez die komt echt nergens tussen. Die kan echt geen reet van die gast. Oh, wat kut. Oh, nee. Gast, ik kan die gast gewoon niet van de bal krijgen. Ik ben zo slecht. Dit is echt niet mijn jaar. Mensen, dit is niet mijn FIFA jaar. Dit is mijn jaar. Deze gast speelt zo verdedigend. Heerlijk meegenomen. Nou, gaat hij weer geven op touw? Kan ik niks doen? Ja, het is 3-1, mensen. Niet normaal. Ik kan gewoon niks doen. Oh, ik heb een keer de bal. Yes. Hij paast gewoon alleen maar op die touw, want hij weet dat ik er niks tegen kan. Want die Hernandez, die zit echt alleen maar lucht te dekken, die gast. Wat, kijk hoe hij loopt, die gast. Hij is zo slecht. Holy crap. Hij is zo slecht. Hij doet gewoon niks aan zichzelf. Heel dat AI-defending is gewoon gestopt. Hoe kan dat nou? Ik heb maar 30 minuten om 2 keer te scoren, minimaal. Ik moet zeggen, deze tegenstander is ook niet slecht. Maar hij heeft echt geen goed team. Dus daarom zou ik eigenlijk wel moeten winnen. Nou is dit wel mijn tweede potje FIFA. Ik weet niet hoeveel hij er al gespeeld. Ik weet niet of hij met placement matches ook tegen mensen komt die placement matches doen. Maar dan nog word ik wel aardig weggetikt, moet ik zeggen. Dan gaat hij Sterling. Kom op, Sterling, jongen. Sterling, kom op. Boom. Goal. Lekker. 3-2. Oh, die keeper doet ook... Wat doet die keeper, jongen? Etanvin, waarom is hij zo goed? Hij heeft 3 gescoord, maar ik kan gewoon... Ik snap, ja. Mensen, iemand mij kan achterlaten hoe ik moet verdedigen. Dat zou fijn zijn, want ik heb in 2 wedstrijden 8 of 9 goals tegengekregen. Oeh, dat is niet heel best. Dat gaat het niet worden, jongens. Ik ga mijn eerste verlies pakken in mijn tweede pot die ik speel. Zijn we daar blij mee? Absoluut niet. We hebben verloren.
Helaas. Mensen, ik ga keihard trainen. Want ik wil gewoon rank 1 halen in de Division Rivals. En het liefst met Pookie. Maar als Mané eraan te pas moet komen, gaan we met Mané verder. Ik hoop je deze video leuk vond. Doe zeker een duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal ook hier beneden. En morgen weer een nieuwe aflevering met van Amarillo Takaflaka. Ik zie jullie weer bij een nieuwe video. De groeten en tot ziens. Holy shit, echt mijn oren doen nog pijn. En mijn tuin was op beat een beetje vals in het refrein. Maar zo is het wel begonnen, beetje jong en onbezonnen. Zit er zelf voor op FIFA en ging onderweg en tonnen, wauw. Je ziet mijn haar en je denkt, daar komt het dubbel in. Kocht BTC, niet voor later een verdubbeling.